Personen die asymptomatisch zijn, zullen geen ziekteverschijnselen vertonen van het COVID-19-virus en kunnen anderen ook niet besmetten. Dit zegt de publieke gezondheidsdeskundige Ruben Del Prado. Hij zegt dat iemand positief getest kan worden en zelf in quarantaine geen verschijnselen vertoont. Del Prado geeft een voorbeeld aan van iemand die drager is geweest van COVID-19, maar geen ziekteverschijnselen had. We hebben nu bijvoorbeeld een collega van mij, ik zal zijn naam niet noemen, die was positief bevonden vanwege een contact met een patiënt of met iemand in de verkiezing, ik weet niet precies hoe het was. 2 weken in quarantaine en hij heeft nooit ziekteverschijnselen gehad. Hij is dus waarschijnlijk het voorbeeld van een asymptomatische drager van het virus. Daarvoor was hij thuis, heeft zijn vrouw en zijn kinderen niet besmet. Dus dat is die asymptomatische drager die geen symptomen zal krijgen en ook mensen niet besmet. Maar hij is positief getest omdat hij een contact was met Precies, hij heeft, dus hij heeft het virus wel gehad. Dat virus is in zijn lichaam verwijderd door de witte bloedlichaampjes, door de soldaten van het lichaam. Die vechten tegen virussen en bacteriën en schimmels en binnendringers. Dus hij heeft nooit symptomen gehad. Del Prado zegt dat de meeste mensen die positief getest zijn, besmet zijn door iemand die reeds symptomen vertoonde. Daarom hebben mensen die ziekteverschijnselen vertonen de plicht om thuis te blijven. Dus wie je ook bent, van waar je ook bent, het is belangrijk dat je die verantwoordelijkheid hebt om je niet te begeven tussen andere mensen. Want je wordt alleen maar besmet door iemand die besmet is. Sommige mensen hebben geen ziekteverschijnselen, dus die mensen weten het niet. Als je ziekteverschijnselen hebt, heb je een publieke gezondheidszorgplicht en een morele plicht om je niet te begeven tussen andere mensen. Oké, even de zekerheid. De symptomen zijn? De duidelijkste symptomen zijn koorts, hoesten, keelpijn en kortademigheid, benauwdheid. That's it. Er zijn veel meer andere verschijnselen. Sommige mensen kregen huidafwijkingen. Sommige mensen kregen allerlei diarree, andere... Diarree hoor. Wat zeg je? Diarree ook. Ja, absoluut. Ilesie. Mijn moord is diarree, gastrointestinale klachten zijn ook... Omdat het een virus is. Een virus is zo'n ding, weet je, mensen maken het mooier dan het is. Dat kan zoveel verschillende verschijnselen geven. Publieke gezondheidsdeskundige Ruben Del Prado. Hij sprak vanmorgen in het programma ATV COVID-19 Update.